Ik open de vergadering. Aan de orde is het commissiedebat van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid. Naar aanleiding van de informele JBZ-raad te Stockholm van aanstaande morgen, overmorgen en overovermorgen. Met als onderwerp vreemdelingen en asiel. Ik heet de staatssecretaris en zijn ambtenaar van harte welkom. Zo ook mijn collega's, onze ondersteuning in alle denkbare gedaante, u op de publieke tribune en elders die dit debat volgen. We hebben spreektijden van 3,5 minuut. De tijd tot 9 uur. Ik zal het aantal interrupties niet op voorhand beperken, maar dit debat kennende. Ja, misschien beter van wel, maar ik doe het nog niet. Maar misschien op een gegeven moment wel. Daarom. Maar ga er verstandig mee om, want anders moet ik snel wel ingrijpen. Ik geef als eerste het woord, als u daar allemaal het mee eens bent, aan de heer Markussover van de PVV. Dank u wel, meneer de voorzitter. Een aantal concrete vragen wil ik vandaag aan de staatssecretaris stellen. 1. Lopen ze op uw ministerie te slapen, vraag ik aan de staatssecretaris. Want wat is daar in godsnaam gebeurd? Kan de staatssecretaris uitputtend uitleggen hoe het mogelijk is dat wij als Nederland een hoge ISIS-baas, een genocide-architect, een aardsterrorist, mede verantwoordelijk voor de meest gruwelijke massamoorden en etnische zuiveringen die de wereld sinds 1945 heeft gezien, in Nederland hebben toegelaten? Het was toch al bekend dat deze man een hoge ISIS-baas was. Hij werd nota bene in 2018 in verschillende nieuwsberichten de emir van de veiligheidsdienst in het zuiden van Damascus genoemd. De staatssecretaris had het kunnen weten of zijn voorganger. Kunnen ze op dat ministerie van de staatssecretaris niet googelen of zo? Hoe is het mogelijk dat deze terrorist in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen en hier bijna 4 jaar vrij rond kunnen lopen? Is dit nou wat de staatssecretaris bedoelt met hoe meer asielzoekers, hoe beter? 2. Kan de staatssecretaris uitsluiten dat er tussen de honderdduizenden migranten die zijn VVD-baas Rutte ons land heeft binnengelaten, de premier, nog meer oorlogsmisdadigers, moordenaars, criminelen, kinderverkrachters of terroristen zitten? 3. Kan de staatssecretaris uitleggen hoe hij de illegale grensoverschrijdingen naar de EU gaat indammen? Dat is nodig, want sinds deze staatssecretaris lid is van het kabinet, zijn de illegale grensoverschrijdingen naar een torenhoog record geëxplodeerd. In 2022 meer dan 330.000 illegale grensoverschrijdingen. En dat is een toename van 64% met het jaar daarvoor. 4. Wat gaat de staatssecretaris doen om de asielinstroom naar Nederland in te dammen? Ik hoor hem en zijn VVD en zijn kabinetsleden in de media stoer praten over grip krijgen op migratie. Maar ondertussen heeft deze staatssecretaris het historisch hoge aantal van 50.000 asielzoekers in 2022 binnengelaten. En aan het eind van het jaar zijn er meer dan 75.000 asielopvangplekken nodig. Waar gaat de staatssecretaris al die asielzoekers laten? 5. Begrijpt de staatssecretaris dat we het van de EU allemaal niet moeten hebben? De Europese Unie heeft nog nooit één asielzoeker tegengehouden. Er is ook bijna niemand meer die zich aan de Dublin-verordening houdt. De PVV heeft het helemaal gehad met die EU. Wij trekken ons er geen bal meer van aan. We moeten onze eigen grens met onze eigen marechaussee weer gaan bewaken. En heeft iemand geen visum, dan komt hij er niet in. En al die nepvluchtelingen kunnen dan lekker in België en Duitsland blijven. Want als we dat niet doen, blijft Nederland volstromen met nepmigranten die hier vervolgens parasiteren op onze uitkeringen en onze woningen. Die hier geweld plegen, voor overlast zorgen en ons land nog verder islamiseren. Graag een reactie van de staatssecretaris. 6. Wanneer gaat de staatssecretaris een rechte rug krijgen en stopt hij met buigen en kruipen voor alles en iedereen? De staatssecretaris buigt namelijk voor Europa. Hij buigt voor D66-rechters en ondertussen stroomt Nederland vol met asielzoekers. Wanneer stopt de staatssecretaris met deze nederigheid? 7. Kan de staatssecretaris uitleggen waarom Nederlandse jongeren die vanuit de jeugdzorg, die 18 jaar worden en vanuit de jeugdzorg afkomstig zijn, vaak op straat belanden, maar buitenlandse jongeren die vanuit de asielopvang 18 jaar worden een huis toegewezen krijgen? Waarom discrimineert de staatssecretaris en laat hij Nederlanders stikken? Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Eertmans van JA21. Zeker houden wij de tijd bij. Kijk er niet meer van. Voorzitter, dan kijk.